zwemmen is een sport waar ze nogal behoudend zijn. En eigenlijk gaan we vandaag proberen om door mensen bij elkaar te brengen. Of we die zwemles eigenlijk kunnen innoveren, maar ook dat hele zwembad eigenlijk kunnen innoveren. Dus met andere woorden, eigenlijk bouwen we het zwembad van de toekomst. We proberen dat zo optimaal mogelijk te krijgen, doordat er allerlei specialisten bij elkaar zijn. En die gaan met elkaar brainstormen en kijken, oké, wat zijn de mogelijkheden. En die komen uiteindelijk tot een concept. En als dat concept wordt goedgekeurd, dan wordt het ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het stadion moet misschien wel een mobiel stadion zijn. En het moet spectaculair worden. Dat ze dat zien, dat ze denken, dit moeten wij ook. Het beeld van het zwembad is toch, het is heet en de wedstrijd duurt ongelooflijk lang. En als het een wedstrijd is, verdwijnt bijna alles onder water. En dat wil ik eigenlijk om kunnen draaien. Frank had een fantastische presentatie en dat is gewoon heel verfrissend. Het gaat er eigenlijk om dat we meer aan de ene kant meer energie erin willen steken. Dus kinderen bij willen betrekken. Het een volledig evenement maken van parkeerplaats, marketing tot de aftermovie daarna. Ik ben er wel trots op en ook op de rest van mijn team. Ook grotendeels hun effort geweest dat wij dit hebben mogen winnen. Het moeilijke met innovatie is dat je je geest gewoon eigenlijk op nul moet zetten en het stemmetje van dat kan niet of dat mag niet of dat is te duur om dat eigenlijk opzij te schuiven en helemaal onafhankelijk met ook heel veel enthousiasme gewoon een nieuw idee te componeren. En ik vond dat die groep dat gewoon heel goed gedaan heeft.